En toen lag je zo? Ja, denk het wel. Ja, maar dan op de weg. Hoe voelde je toen? Weet ik niet. Bewusteloos. Hallo, jij kijkt naar een nieuw podcast. Het schijnt dat dit een van de gevaarlijkste punten is in Katwijk en misschien wel in heel Nederland. De Pieter Groen is bezig met een actie om dit anders te krijgen. Ze hebben RTL erbij gehaald, SBS erbij gehaald, zelfs de Vlok erbij gehaald. Maar als je echt iets voor elkaar wil krijgen, moet je bij podcast zijn. Dus wij gaan het even onderzoeken. Kom maar, stop. Ja, ga maar. Chaos. Kom maar, ga maar. Stop. De afrit van de N206 tussen het doorloopje en de grote Albert Heijn. Kent u de plek? Ja, dat is een bekende plekje. Komt en zelfs regelmatig. Weet je ook dat hij erg gevaarlijk is? Of gevaarlijk wordt ervaren? Hij wordt als gevaarlijk ervaren. Want als we kijken naar de informatie die we kunnen halen uit politieregistraties, dan valt dat, ik zal niet zeggen niet, dan valt dat niet tegen. Ik bedoel, we hebben tussen 1 september vorig jaar en 1 september dit jaar 3 registraties, waarvan eentje met letsel. Oh, stop! Nee, stop! Ja, gaat u maar. Zie je, het is wel ingewikkeld hier. Het is echt heel ingewikkeld. Ja, kom maar. Ja, maar het vervelende is, krijg je een brief binnen waarin staat dat 9 van de 10 aanrijdingen wordt niet geregistreerd omdat er geen letsel is, maar wel daadwerkelijk wel iets gebeurt. Nee, ik zeg ook, dus er is vaak een verschil tussen wat letterlijk wordt geregistreerd en wat mensen ervaren en meemaken en zien. Ik dacht eigenlijk dat dat een gevaarlijk punt was, maar jij bent hier aangereden. Ja, hier. Op deze weg, ja. En wat wilde Pieter Groen aangepakt hebben? Dit stuk of dat stuk? Dit stuk. Die ben ik aangereden. Ja, want ik kreeg hier ook in een brief, staat hier ook van dat er is een gesprek geweest met de heer van de band, uw voorganger. En die schijnt er geen bal aan gedaan te hebben. Nou, die heeft er wel wat aan gedaan. Zoals? Vorig jaar is er dus gekeken, wat kunnen we doen aan dingen om het overzichtelijker te maken. En toen is het groen bijgewerkt, zijn er wat borden weggehaald en is het dus wat overzichtelijker geworden. Ja, maar niet dat stuk. Nee, maar misschien moeten ze dat ook wel gaan veranderen, maar tot nu toe alleen dit stuk. Ik ben echt in de war. Stop! Ga maar! Stop! 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 Ja, ga maar! Blijkbaar niet genoeg, want Damien Pronk van 13 heeft er nogal een ernstig ongeluk meegemaakt daar. Ja, joh, kijk, elk ongeluk is verschrikkelijk. Ik wil, hou maar op, hè. Er lopen rillingen over je rug. Ja, klopt. Ja, ik ben hier achter me vol aangereden en ik lag 500 meter verder. 500? Ja, oké. Okay. Heel ver, hoor. Dat is wel heel ver. Maar vertel, hoe ging dat? Ja, er stonden hier 2 auto's. Die rechterkant, die liep me vol. Stop. Pak je fiets anders. Ja, doe het even na. Ja, is goed. Pak je fiets. Dezelfde kant is dat het ongelooflijk samenkomen is van auto's, fietsers, voetgangers en weet ik allemaal. Dus alles wat je daar doet heeft effecten. En dat zul je eerst moeten weten voordat je echt kunt ingrijpen. Ja, nou, deze auto hier die liep me voor. En ik fiets. En deze die rijdt met 60 km per uur. Hij rijdt me aan. Hoe lag je dan? Ik lag daar. Bij dat paaltje daar. Lag ik. Dan gaan we ook even kijken. Ja, kom maar. Kom. Hoe lag je toen? Dat weet ik niet. Ik ben het hele ongeluk vergeten, dus ik zal wel gewoon op de grond zo gaan liggen. En toen lag je zo? Ja, denk het wel. Ja, maar dan op de weg. Hoe voelde je toen? Weet ik niet. Bewusteloos. Kan het niet helpen. Iedereen moet gewoon even kijken. Iedereen moet en met de telefoon. Niet met je telefoon. Niet met je telefoon spelen, toch? Niet met je telefoon. Niet met je telefoon. Nee, dat wil ik ook zeggen. Niet met je telefoon spelen als je aan het fietsen bent. Was jij trouwens met je telefoon bezig of niet? Nee. Nee, ik zag gewoon goed op te letten. Maar ik verwachtte gewoon dat die auto me ervoor liet, maar dat deed hij dus niet. Oké, nou dankjewel Damien. Alsjeblieft. Hey, ik ga afsluiten, want ja, we houden het kort. Maar voor de jongeren willen wij wel graag gewoon even duidelijkheid hebben. Kunnen we iets afspreken met elkaar? Nou, ik ga in ieder geval praten met de directeur van Pieter Groen. Want die maakt daar een punt van. Ik denk terecht dat hij zich zorgen maakt over wat er met zijn leerlingen gebeurt eventueel. Dus daar ga ik een gesprek mee voeren. Voor het kerstreces? Ik denk dat dat wel lukt, ja. Oké, komen we na het kerstreces erover terug. Oké. Dankjewel, hè. Ja.